De wereld verandert in een razend tempo. We leven in een steeds complexere samenleving. Als gemeente moeten we actief inspelen op al deze veranderingen. Niet straks, maar nu. Anders missen we de boot. En dat raakt ook jou, jouw baan en jouw toekomst. Dagelijks werken we met veel energie voor onze stad. Een mooie stad, met bijna 70.000 inwoners, waarvoor we zorgen, regelen, adviseren en handhaven. Soms zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar. Ja, het leukste vind ik, je hoeft maar naar buiten te kijken en je ziet waar je het voor doet. Je staat echt, zeker hier in Assen, midden in de samenleving. Dus eigenlijk alles wat wij hier doen, heeft allemaal betekenis voor onze inwoners. Assen is een familiestad. Het is er heerlijk wonen. In ruime groene wijken met uitstekende voorzieningen en zonder grote sociale problemen. Kinderen kunnen hier in alle rust en veilig opgroeien en gezond oud worden. Voor ons vanzelfsprekend, maar voor andere delen in onze wereld zeker niet. Assen is ook toeristenstad. Geen wonder. Ons compacte centrum heeft veel te bieden en werkt als een magneet op inwoners, toeristen en bezoekers. Dankzij lokale evenementen en grote publiekstrekkers. De Nieuwe Kolk, het Drents Museum en internationale evenementen als de TT Assen en andere motorsportevenementen op het wereldberoemde TT-circuit. Assen is een stad met ambitie. Met projecten als de Florijnas en de Blauwe As investeren we in onze bereikbaarheid en gastvrijheid. En leggen we de rode loper uit voor nog meer bezoekers. Of ze nou over de weg, het water, het spoor of via internet komen, ze zijn van harte welkom. Assen maakt deel uit van een wereld waarin de grenzen van de groei zijn bereikt. Misschien zijn ze al wel overschreden. In ieder geval zijn we ervan overtuigd dat er snel iets moet veranderen. Onze generatie kan het verschil maken. Moet het verschil maken. We leven na 12, after midnight, waarbij de techniek ons heeft ingehaald en we keihard achter de feiten aanhollen. Ik wil echt een paar grotere stappen moeten zetten om ook relevant te blijven. Maar we zijn nog niet daar waar we, vind ik, moeten zijn. Dus we moeten scherper zijn in wat er dan van ons gevraagd wordt en wat wij daaraan hebben te doen. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dat geldt voor het college, dat geldt voor mij en dat geldt net zo goed voor al onze medewerkers. Ook wij hebben te maken met mondiale trends. Klimaatverandering, digitalisering, robotisering. De kenniseconomie gaat over in de betekeniseconomie. Waarde toevoegen aan ons leven en aan de wereld wordt belangrijker dan winst en kennis. Wat betekent dat voor ons? En voor jou? Hoe maak jij het verschil? Het lijkt soms wel alsof we meer tijd doorbrengen in de virtuele wereld dan in de echte. Een deel van wat we via internet binnenkrijgen is nepnieuws en spam. You are fake news. Het vertroebelt ons beeld van de werkelijkheid, drijft ons uit elkaar en wakkert angst en eenzaamheid aan. Hoe maken we van onze individualistische wereld weer een wereld waar ruimte en werk is voor ons allemaal? In de bouw, zorg en horeca komen we vakkrachten tekort, terwijl elders banen voorgoed verdwijnen door automatisering, digitalisering en robotisering. We leiden studenten op voor functies die nu nog niet eens bestaan. Wat betekent dit voor ons als lokale overheid? Welke waarden voegen wij toe? En hoe geef jij daar invulling aan? We willen mogelijk maken en mede mogelijk maken. Actief het gesprek aangaan over wat er speelt in de stad. Inwoners kennen hun wijk en straat als geen ander. Alleen in een permanente dialoog kunnen we het verschil maken. Samen.
Dus dat mede mogelijk maken en het dankzij de gemeente iets mogelijk maken, daar zitten volgens mij wel twee belangrijke kernwaarden voor de komende periode. Dus de uitdaging zit er maar in om te kijken of we de blokkades, de hobbels die we op onze weg vinden, of we die ook als overheid zelf kunnen opruimen. Dat vergt flexibiliteit, maar zorgt er soms ook voor dat we in een spagaat terechtkomen. Hoe kunnen we co-produceren als we ook moeten handhaven? Hoe laten we los wat we decennia lang stevig vast hebben gehouden? Nieuwe technologieën bieden ons een schat aan mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. De kunst is om daarbij de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. De persoonlijke contacten met onze inwoners moeten we koesteren. Iedere ontmoeting draagt immers bij aan succesvolle informatieuitwisseling. In de 21ste eeuw werken we steeds vaker samen, op basis van gelijkwaardigheid. Horizontaal in plaats van verticaal. We zoeken zowel buiten als binnen contact met elkaar. We maken af waar we aan beginnen en houden elkaar scherp. We hebben voor de komende periode drie speerpunten benoemd. De eerste is communicatie, want zonder communicatie is er geen verbinding. En de tweede, dat zijn de digitale en technologische mogelijkheden die op ons afkomen en die wij kunnen gebruiken om ons werk nog beter te doen. En de derde, ja, dat zijn wij zelf, de medewerkers van de gemeente Assen. Wat moeten wij kunnen om klaar te zijn voor de toekomst en welke competenties, vaardigheden hebben wij nodig om samen met elkaar te kunnen werken aan onze opgave? Daar gaan we mee aan de slag. Durf jij over functiegrenzen heen te kijken, creatief te denken, om dingen echt voor elkaar te krijgen? Hoe breed inzetbaar ben jij? Toon je initiatief, ondernemerschap en lef. Als wij een stad willen zijn die gastvrij is en in verbinding gelooft, dan vraagt dat om een organisatie die dat ook kan waarmaken. Wat we buiten beloven, moeten we binnen regelen. Dat gaat ons lukken. We zijn klein genoeg om elkaar te kennen. En groot genoeg om de mooiste dingen te realiseren. Assen. Mede mogelijk gemaakt. Door jou.